In deze video gaan we kijken naar de arme en rijke mensen en hoe het juist komt dat juist die arme mensen willen laten voorkomen alsof ze rijk zijn, terwijl je aan de rijke mensen vaak niet kunt zien dat ze vermogen hebben. Dit verschil komt vaak doordat de rijke mensen juist investeren in hun toekomst en dus geld uitgeven aan bezittingen, terwijl juist de arme mensen geld uitgeven aan verplichtingen. Nou wil jij natuurlijk ook liever bij die rijke groep horen dan bij die arme groep. En in deze video gaan we kijken naar 3 uitgaves die die rijken dus anders doen dan die armen. Misschien denk jij van, ja, maar ik zou ook liever bij die rijke groep horen, maar ik heb het geld er niet voor. Nou, dan zul je zien dat deze 3 uitgaves die we vandaag gaan bespreken, juist voor een groot gedeelte al het verschil maken met dat je met het inkomen dat je nu hebt, naar die andere groep kunt gaan. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zijn dit nou onderwerpen waar je interesse in hebt? En wil je meer video's hierover zien? Abonneer je dan op het kanaal. Maar dan gaan we nu dus beginnen met de video. En zoals gezegd gaan we in deze video eigenlijk 3 uitgaves bekijken die arme mensen anders doen dan rijke mensen. En je zult merken dat juist, zoals gezegd, deze 3 uitgaven ervoor zorgen dat je geld over hebt om te investeren in je toekomst. En zoals gezegd, rijke mensen investeren juist in bezittingen, terwijl arme mensen vaak geld uitgeven aan verplichtingen. Nou geef ik altijd als advies in mijn video dat je minstens 10% van je inkomen zorgt dat je dat gaat investeren. En misschien denk je wel van, ja, maar ik heb geen 10% over in mijn inkomen. Nou, zoals gezegd, in deze video zul je zien dat in deze 3 punten je makkelijk 10% van je inkomen kunt besparen en vaak nog wel 20 of 30%. En op die manier kun je dus zorgen dat je juist wel gaat investeren in de toekomst en zul je dus zorgen dat je vermogen op kunt gaan bouwen. Laten we dan beginnen met de eerste grote uitgave waar mensen veel geld aan uitgeven en waarbij ze willen laten lijken of laten voorkomen dat ze rijk zijn. En dat is de auto. Een auto is in Nederland en in Europa vaak een statussymbool waarbij je wil laten zien hoe goed het met jou gaat. Als je een nieuw werk hebt of misschien wel een eigen bedrijf, dan wil je door middel van je auto laten zien dat je een mooi inkomen hebt en hoe goed het met jou gaat. Maar een auto, vaak wordt die geleased, maar je kunt hem ook kopen. Nou, als je hem koopt, dan kost het natuurlijk in één keer een heel groot bedrag. Maar zoals gezegd, meestal zul je tegenwoordig zien dat mensen hem gaan leasen. En dan is het een groot gedeelte van je inkomen ben je dan maandelijks kwijt aan een auto. Kijken we nou naar veel gekochte auto's of geleaste auto's, dan zul je bijvoorbeeld zien Golfjes, Volkswagen Passat of misschien een Audi A4. Nou, dan ben je al snel tussen de 300 tot 600 euro per maand kwijt aan het leasen. En dat is dus een groot gedeelte van je inkomen dat je had kunnen gebruiken om te gaan investeren in die bezittingen waar we het eerder over hadden. Nou, het maakt eigenlijk niet uit of je nou een auto leest of een auto koopt. Op het moment dat je hem gaat gebruiken, zul je merken dat een auto heel snel zijn waarde verliest. En meestal is dit in 5 jaar tijd 60% van de nieuwwaarde die je verliest. Waardoor het dus eigenlijk een heel slechte investering is, als je dat al kunt noemen. Omdat eigenlijk vanaf het moment dat je hem de garage uitrijdt, ben je al een groot gedeelte van je waarde van je auto kwijt. Wanneer je de auto dus hebt gekocht en gaat verkopen, dan heb je dus te maken met een groot verlies. Maar wanneer je hem gaat leasen, zul je merken dat een auto vaak sneller in waarde daalt dan dat jij je auto afbetaalt. En dan is een auto leasen dus ook vaak nog een verplichting. Stel, er gaat in de komende jaren iets gebeuren, je raakt je baan kwijt, je gaat scheiden, noem het allemaal op. Dan heb je nog steeds een betalingsverplichting. En daarom is het een auto, zoals ik vaak zeg, dus geen bezit, maar een verplichting, omdat zeker wanneer die gefinancierd is, ben je nog steeds verplicht geld te betalen om die auto te gebruiken. En dat niet alleen, maar je hebt ook nog veel bijkomende kosten. Om een auto te gebruiken heb je maandelijks verzekering die je moet betalen, wegenbelasting, onderhoud van een auto. Maar denk ook bij aan benzine, als je op en neer moet rijden, dat soort dingen. Waardoor je dus ziet dat bijvoorbeeld een auto die je leest voor 500 euro in de maand, dan misschien nog wel 500 euro per maand aan kosten bijkomt. En dan zul je zien dat je al 1000 euro van je salaris, van je inkomen per maand aan een auto uitgeeft. Wat doen rijke mensen dan anders bij een auto? Nou, ten eerste zullen ze vaak een auto tweedehands kopen. Zoals gezegd, een auto verliest in zijn eerste 5 jaar vaak 60% van zijn nieuwwaarde. Dus je zult zien dat rijke mensen auto's kopen waar de kop van af is, zoals ze zeggen. Dan is de grootste afschrijving hebben ze al gehad. Waar bijvoorbeeld 3-4 jaar oud zijn, dan hebben ze al bijna 50% afgeschreven. Waardoor in de rest van de tijd de afschrijving veel minder is en het waardeverlies dus ook veel minder. En kun je dus een auto voor de helft van de prijs kopen, terwijl die technisch gezien vaak na zoveel jaren nog steeds prima werkt. Natuurlijk heb je bij een tweedehands auto vaak hogere kosten.
Het onderhoud is vaak meer bijvoorbeeld. Maar dat weegt niet op tegen het leasebedrag wat je anders zou betalen. Dus stel je was normaal 500 euro in de maand kwijt om die auto te leasen. Bij een tweedehands auto reken je dan gewoon 100 euro in de maand bijvoorbeeld extra aan onderhoud. Dan zul je nog steeds zien dat er een gat ontstaat van 400 euro die je dus kunt gebruiken voor je toekomst. Maar je zult ook zien dat rijke mensen wel echt een auto kopen. Nou, ten eerste hebben ze vaak het geld er dan ook voor om een auto te kopen en niet zijn eigen druk te maken om het waardeverlies. Maar wat ik vaak zie is dat rijke mensen hem ook zo lang mogelijk blijven rijden en dus niet elke 5 jaar een nieuwe auto op de oprit willen hebben staan om de buurman weer te laten zien van kijk, weer een nieuwe auto. Nee, ik zie vaak dat mensen hem echt afrijden, 15 jaar vaak wel, waarvan op een gegeven moment dan de kosten te hoog worden ten opzichte van de waarde van de auto en dat ze dan pas weer een nieuwe auto kopen en die vervolgens weer gedurende de hele tijd afrijden. Ik ga hier binnenkort zelf ook nog een video maken over mijn auto. Die wordt eind mei wordt die 10 jaar dat ik hem heb. Ik heb hem toen dus nieuw gekocht. En zoals ik al eerder heb gezegd, is denk ik wel de grootste financiële fout die ik heb gemaakt. Omdat je zo'n auto van toen 50.000 euro enkele tonnen kan kosten op lange termijn. Nou, daar komt dus later nog een video over. Dus mocht je die ook willen zien, abonneer je dan op het kanaal. De tweede grote uitgave die mensen vaak doen in hun leven is een huis kopen. En ook hier maken veel mensen een fout, of eigenlijk verschillende fouten. Ten eerste zul je zien dat mensen vaak een huis willen kopen dat aan alle eisen voldoet. En dat ze het baseren op het bedrag dat ze kunnen lenen bij de bank bijvoorbeeld. Dan gaan ze uit van het maximum wat ze kunnen lenen en daarop gaan ze baseren welk huis ze willen. Ik zou het juist andersom doen en eerst kijken naar wat ik wil en vervolgens te kijken hoeveel je van de bank zou krijgen. Maar je hoeft dus zeker niet het maximale hypotheekbedrag te gaan benutten, zou ik zeggen. Daarnaast zie je dat mensen vaak, als ze eenmaal een huis hebben gevonden, dat huis per se willen hebben. En zeker in de huidige tijd wordt vaak direct de vraagprijs geboden of nog meer dan de vraagprijs. Waardoor je dus altijd eigenlijk te veel betaalt voor je huis. Daarnaast zul je zien dat mensen vaak een huis kopen wat eigenlijk te groot is voor hun. Misschien heb je plannen voor later en wil je kinderen, kopen ze nu alvast een huis wat al 3 extra slaapkamers heeft. Misschien wel 2 badkamers, maakt dat maar niet uit. Maar eigenlijk koop je een huis wat voor jouw moment op dit moment in ieder geval te groot is. Nou, het nadeel daarvan is dat je al die ruimte die je hebt vaak moet nog verwarmen. De WOZ-waarde van je huis is hoger, waardoor je dus meer belasting betaalt elk jaar aan de gemeente. Je moet ook telkens meer schoonmaken, dus het kost je ook nog eens meer tijd om alles bij te houden. En vaak wil je die ruimte die je hebt nog benutten, dus je zult veel spullen bewaren of meer spullen kopen om het op te vullen. Allemaal dingen die uiteindelijk meer geld gaan kosten. En als laatste heb je vaak de fout dat mensen een huis kopen en daarbij denken dat dit het huis is waar ze altijd zullen blijven. Ik geloof dat het gemiddelde aantal jaren dat mensen in een huis blijven wonen op ongeveer 7 jaar ligt. Nou, laat het 10 jaar zijn. Dan zul je dus zeg maar 4 of 5 keer in je leven verhuizen. Koop dus ook nooit een huis en verbouw er heel veel aan, omdat je denkt dat je hier altijd zult blijven wonen. Ik zie dit heel vaak gebeuren ook bij nieuwbouwhuizen. Dan bouwen ze een keuken van misschien wel 20.000, 30.000 euro in. Jonge mensen zijn dit nog vaak, die echt misschien ook 20.000 of 30.000 euro per jaar verdienen. Dus een heel jaar salaris gaat dan naar de keuken. En dit zijn juist vaak mensen die als ze eenmaal kinderen gaan krijgen, juist weer gaan verhuizen omdat ze andere eisen hebben aan hun huis. En dan heb je eigenlijk dus een keuken die heel veel geld heeft gekost, maar die het nooit meer oplevert. Want een keuken levert nooit geld op. Alleen als een keuken er niet in zit, wordt een huis minder waard. Maar als jij nou een keuken inbouwt van 100.000 euro of een keuken van 10.000 euro, in beide gevallen zit er een keuken en dan daar wordt vaak het huis op gewaardeerd. Niet op de kwaliteit van de keuken of de prijs van de keuken, maar gewoon dat er een keuken in zit. Nou, wat doen rijke mensen dan anders dan die arme mensen? Nou, ten eerste kopen ze vaak het huis niet voor de volle prijs. Ze zorgen ervoor dat ze meer informatie vergaren. Misschien mensen in de vriendenkring, heb ik ook gedaan, die vaker huizen kopen, die ervaring hebben, die kunnen gaan onderhandelen. En je wacht misschien ook op een juiste moment om een huis te kopen. Nu is geen goed moment om een huis te kopen, omdat je heel veel betaalt. Maar misschien over een paar jaar zal de huizenprijzen wel weer iets gaan dalen. Op het moment dat mensen van zijn huis af willen en er dus meer aanbod is dan dat er vraag is, dan zullen de prijzen gaan zakken. Dan is het een goed moment om een huis te kopen en heb je dus ook ruimte om te onderhandelen. Je zult vaak ook zien dat mensen een huis kopen wat bij hun eisen past, zeg maar. Dus je zult dus zien dat je koopt een huis niet met overtollig veel slaapkamers of overdreven veel luxe. Nee, je zorgt gewoon dat je een huis hebt wat aan jouw eisen voldoet en niet meer dan dat. En je zorgt er ook voor dat je geen grote verbouwingen gaat doen die veel geld kosten. Als je eigenlijk al kunt weten dat je niet de rest van je leven daar blijft wonen. Je zult dus vaak zien dat door dit soort dingen je vaak de maandelijkse lasten laag kunt houden omdat het hypotheekbedrag lager is. En omdat je bijvoorbeeld een minder duur huis hebt, zijn ook je gemeentelijke belastingen elk jaar lager. En kun je daar dus geld op besparen. En het geld dat je bespaart zullen rijke mensen vaak gebruiken om een hypotheek eerder af te lossen. Waardoor het maandbedrag telkens lager wordt, waardoor je elke maand dus meer geld overhoudt. Kijken we nou naar de laatste categorie waar arme mensen heel veel geld aan uitgeven.
En juist een categorie is waar mensen ook willen laten zien alsof ze rijk zijn. Of willen voordoen alsof ze rijk zijn. En dat is kleding en gadgets. Nou, ten eerste kleding. Je zult vaak zien dat mensen merkkleding gaan dragen die hun sterren of bekende Nederlanders of weet ik allemaal wat. Mensen die die kleding gaan dragen willen hun ook gaan dragen. Omdat ze daarmee ten eerste willen identificeren met hun bekendheid. Maar ook zich willen voordoen alsof hun het geld hebben. Net zoals die bekendheid. Nou, dat is vaak niet het geval. Je zult vaak zien dat mensen merkkleding kopen van Tommy Hilfiger of Parajumpers. Wat geloof ik nu heel erg populair is. Die jassen met die bondkragen en dat rare gele lipje aan je rits. Jassen van 300 tot 800 euro geloof ik. Nou, je zult vaak zien dat het mensen zijn met een gewone baan en een gewoon salaris. Dus dan gaat al bijna de helft van je maandelijkse salaris op aan een jas. Puur om te laten zien dat jij ook veel geld zou hebben. Terwijl als je na gaat denken, je weet dat die mensen in principe het geld er niet voor over moeten hebben. En dit is vaak veel anders dan bij rijke mensen. Die kopen vaak simpele kleding. Kijk bijvoorbeeld heel bekend Steve Jobs. Met zijn witte schoenen, spijkerbroek en zwarte coltrui. Of kijk naar Mark Zuckerberg van Facebook. Miljardair, maar die heeft altijd heel simpele kleding aan. En vaak ook hetzelfde. Dit zorgt natuurlijk ook wel voor dat je niet elk moment, s'avonds of 's ochtends, de stress hebt van wat moet ik vandaag aan. Het andere waar heel veel geld aan wordt uitgegeven is gadgets. Nou, denk je bij aan laptops, iPhones vooral. Je zult vaak zien dat zeker tegenwoordig mensen willen laten zien van, oh kijk, ik heb de nieuwste iPhone. Die kost dan ook weer vaak 1000 euro, dus weer de helft van je maandsalaris gaat op aan een telefoon. Is dat allemaal wel nodig? Is die telefoon echt aan vervanging toe? Dit zijn dus eigenlijk wel twee punten, zowel kleding als gadgets, waar rijke mensen vaak geld op kunnen besparen. En dus ook tijd op kunnen besparen op dat soort dingen. Ten eerste bijvoorbeeld omdat ze geen merkkleding kopen. Of in ieder geval niet met de mode meegaan. Dus ze kopen gewoon wat hun fijn vinden. En niet per se omdat het een merk heeft of wat de mode is. En ten tweede kopen ze vaak veel dingen die veel simpel zijn en veel op elkaar lijken. Waardoor je elke dag dus niet die stress hebt van bijvoorbeeld wat moet ik elke keer aan. Maar je hebt gewoon ieder moment, je weet wat er in de kast ligt. Je pakt het en dat is gewoon je vaste outfit. En na de hand ga je gewoon focussen op de dingen die je wel graag zou doen. En dingen die jou dus helpen in de toekomst. Dit waren dus de drie categorieën waar eigenlijk rijke mensen veel geld op kunnen besparen. En waar arme mensen vaak veel geld aan uitgeven. Want ik denk dat het in elke categorie makkelijk is om 100 euro in de maand te besparen. En vaak nog wel 200 of 300 euro als je echt wil. Want bij kleding of bij gadgets hoef je dus niet de mode te volgen. En op die manier zou je dus elke maand al makkelijk, denk ik, 100 euro kunnen besparen. Kijken we naar een huis, dan is dat ook al vrij snel 100 tot 200 euro in de maand. En zeker bij een auto is makkelijk 300, 400 euro in de maand te besparen als je niet telkens de nieuwste auto wil rijden. En door deze besparingen kun je er dus voor zorgen dat je geld overhoudt elke maand. Nou, zoals gezegd, rijke mensen, of in ieder geval mensen die van plan zijn om rijk te worden, die zullen dat geld gebruiken om te gaan investeren in bezittingen. Al die dingen die we net hebben genoemd zijn eigenlijk dus verplichtingen. Want het is een verplichting om telkens geld uit te geven om de laatste mode aan te hebben. Het is een verplichting om je hypotheek te betalen zolang je huis niet is afbetaald. En het is een verplichting als je een auto hebt geleased om elke maand geld te betalen voor je autolease. Dat zijn dus allemaal verplichtingen waar geld naartoe gaat. En rijke mensen geven het dus niet aan verplichtingen uit, maar aan bezittingen. Bezittingen zijn juist vaak dingen die geld opleveren. En je kunt hierbij denken aan dus extra hypotheek aflossen. Je kunt hierbij ook denken aan aandelen die meer waard worden en dividend opleveren. Investeren in vastgoed. Dus je koopt misschien een appartement erbij wat je gaat verhuren. Dat levert dus ook weer geld op. Maar ook een investering is om te investeren in jezelf door educatie, boeken lezen, online cursussen volgen. Misschien YouTube video's kijken zoals deze, waardoor je meer dingen leert. En ten eerste kun je die dan toepassen op je eigen situatie. Maar misschien leer je iets waardoor je uurloon wel omhoog kan gaan. Waardoor je dus een groter inkomen hebt elke maand. Waardoor het weer eenvoudiger is om geld apart te zetten. En waardoor je dus weer meer kunt investeren. Dus dan gaat het eigenlijk alleen maar verder door op die manier. En op die manier heb je dus vaak als rijk iemand, ben je niet afhankelijk van één inkomen, van je salaris. Maar je hebt vaak meerdere inkomens. Je hebt dus geld uit een salaris. Je hebt geld uit investeringen die je hebt gedaan. Misschien heb je wel geld uit vastgoed, een huis wat je verhuurt. Of ben je nog zzp'er in je vrije tijd. Doe je nog wat iets aan passief inkomen opbouwen. Dus je schrijft een eigen boek, je maakt YouTube video's. Op die manier heb je al vrij snel vier inkomens waardoor geld binnenkomt. En ben je dus minder afhankelijk van het ene inkomen. En heb je dus meer geld dat binnenkomt. En zoals gezegd, als je zelf je eigen verbetert en meer dingen leert, kan het ook nog eens voor zorgen dat het ene inkomen snel toeneemt. En dat zijn dus eigenlijk de grote verschillen tussen rijke mensen die niet rijk voorkomen, omdat ze dus het geld ergens anders voor gebruiken. Of arme mensen die juist daar wel geld aan uitgeven om te laten zien
alsof het lijkt alsof hun rijk zijn. En tot zover deze video. Ik hoop dat je er wat van hebt geleerd. Ik hoop dat je inziet waar de grote verschillen zitten en hoe je eenvoudig vaak, misschien niet direct omdat je nog een autolease hebt, maar denk er dus de volgende keer aan als je autolease afloopt. Is het wel nodig om een nieuwe auto te kopen? Welke effecten heeft het op je inkomen of op je uitgaven? In ieder geval op je vermogensgroei, want welk bedrag hou je maandelijks wel niet over? Dit zijn dingen waar je dus in ieder geval in de toekomst aan kunt denken om vervolgens dus vermogen op te bouwen op de lange termijn. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ook weten in de reacties onder deze video waarom je het leuk vond of minder leuk. Misschien heb je nog ideeën, suggesties, vragen. Laat dat weten in de reacties onder deze video's. Gebruik de reacties ook om interactie te hebben met andere kijkers of mensen die reageren. Geef hun bijvoorbeeld antwoorden. Beantwoord hun vragen. Noem het allemaal maar op. Mocht je nog geen abonnee zijn van dit kanaal en je hebt het tot dit moment gekeken, dan is het waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus ben je nog geen abonnee, abonneer dan nu op dit kanaal. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.